aardige huisgenoten. Graag wil ik Branko, omdat ik in het zesde en laatste jaartje zit, een nieuwjaarsbriefje met iets meer pit. Ik weet het, ik ben niet altijd even gemakkelijk en gedraag me af en toe wel eens zoals een echte puber. Maar geloof me, lieve ouders, deze periode wordt echt niet zo luguber. Want er zullen meer momenten komen dat ik je trots zal maken. Misschien word ik wel dokter, uitvinder of leerkracht of een krak in huis indraken. Nee, dat laatste was een grapje. Binnenkort ga ik al naar het eerste middelbaar en binnen 6 jaar loop ik hier rond met een rijbewijsmapje. Binnen 9 à 10 jaar loop ik misschien wel met een diploma op zak en koop ik met mijn grote liefde een stukje landoppervlak. Maar laten we nog niet voorop lopen op de feiten. Laten we eerst nog wat genieten van de aankomende identiteiten. Die zal ik aannemen om mijn weg te vinden in deze grote wereld. Steeds meer, steeds met de iPhone in de hand en voor mijn computertje gezeteld. Ik wil veel cadeautjes, maar onze liefde gaat niet meer stuk. Dus lieve ouders, ik ben het zeker. Met een zoon als ik, dat is wel toch wel bloffen. Zo dadelijk geef ik jullie 3 kussen, want ik heb net met jullie getroffen. Van je liefste snotneus, Branko.